Dames en heren, hartelijk welkom bij de 70ste aflevering van Licht op Leiden. Jongens en meisjes ook. Dit kan wel eens heel interessant worden voor alle mensen uit Leiden en verre omstreken. U bent van mij gewend dat ik altijd iets heb opgezocht wat met die dag van vandaag, de 14e november, te maken heeft. En ik heb iets heel belangrijks gevonden. Van harte gefeliciteerd, Marijke, met ons huwelijk van 46 jaar. Tru. Wat jij leuk, zou gefeliciteerd. Dankjewel. Jij zou eigenlijk wel een feestje hebben kunnen organiseren natuurlijk, ja. Bij zo'n gelegenheid. Ja. Het komt er niet van. Corona is nog steeds de baas. Hartelijk welkom, Trudy. Groot organisator, groot regelares van feesten, partijen, evenementen, moet ik zeggen. In Leiden en verre omgeving. Uitvinder ook van, uitvindster van nieuwe evenementen. Daar komen we allemaal misschien wel over te praten. Ik vind het erg fijn dat je gekomen bent om hier te praten in Licht op Leiden. En wij beginnen altijd met de klassieke vraag, waar kom je eigenlijk vandaan? Waar ben je geboren? Dat is bijna bij jou een overbodige vraag, want jij bent een regelaar met een Leidse R en een R. Daar zal ik het maar geschreven. Zal ik het maar gewoon zeggen? Geboren en getogen, ja, in Leiden. Goed zo. Ja, ik heb een heel klein uitstapje gemaakt naar Voorschoten, ergens in het verleden, ja. Maar nooit uit Leiden weg geweest. Vertel eens. Ah ja, ik heb een heleboel foto's van je gekregen. Ja. En misschien. Ik ben benieuwd wat je laat zien dan. Nou, de eerste foto is het allereerste begin. Kijk, daar, okay. Komt, daar komt een foto van jouw ouders die gingen trouwen. Die. Ja. Kijk. Wat een knappers, hè. Wat een leuke foto, hè. 1961, ja. Begrijp ik. 4 april 61. Links. En wij zeggen altijd je en jij met elkaar, want wij kennen elkaar heel erg zeker, lang. Dus zeker. Dat de kijkers niet denken, hoe zit dat precies? Nou, ja. Eigenlijk zeg ik ook altijd trui tegen jou, hè? Nee. Oh, nee. Een heleboel mensen zeggen trui. Oh. Maar jij zegt altijd truus. Truus. Ja. Nou, dat vind ik ook wel goed. Vernoemd naar mijn oma Truus. Dus dat vind ik niet erg. Truus was van moederskant of van vaderskant? Van moeders. Vaderskant, vaderskant, sorry. Ja. Nog, die foto was net het huwelijk. Toen, ja. Nou, dat was een vruchtbaar huwelijk. Daar kwam Trudy uit. Ja. Dat was in Gouda, overigens. Kijk aan. Ja. Vertel eens wat. Nou, papa en mama hebben elkaar ontmoet op de Giro in Den Haag. Ja. Zaal A en zaal B noem ik het maar even. En papa was een Leidse gevierde jongen en mama kwam uit Gouda. En papa die was al een tijdje achter haar aan het jagen en dat lukte maar niet. En op een gegeven moment geloof ik dat het wel gelukt is. Toen gingen ze samen wat drinken op het plein in Den Haag. En papa had geen geld bij zich. En mama heeft betaald en volgens mij was dat het moment dat ze zeiden, nou, dat moet maar zo blijven. Zo blijven. En mama heeft altijd voor de financiën gezorgd, de rest van hun huwelijk. En ze zijn getrouwd in Gouda en verhuisd naar Leiden. En in Leiden Zuidwest, in de Schavenzandestraat, daar ben ik geboren uiteindelijk. Waar ging je naar school? Ik ging naar de Apollo school. Ja, ook in Zuidwest, hè? Uiteraard. En een openbare school. Ja. Want al mijn vriendinnetjes uit de straat gingen links naar de katholieke school en rechts naar de christelijke school. En dat was bij mijn vader niet aan de orde. Want jouw vader was een overtuigd... Ja. Wow. Ja, ja. Geloof, dat was echt... Nee. Mama die kwam uit een katholiek gezin. Oh, kijk. Ja. En dat was ook een soort van, dat laten we ook gelijk erbuiten. Ja. Dus je kan wel meekomen naar Leiden, maar we worden rood en geen geloof. Maar ik werd dus, en dat is wel een leuk overigens, ik ging naar de Apolloschool, een openbare school. Dus wij moesten de Churchillaan over. Ja. Nou, dat is dan toch even verder. Nou, prima. Maarten Dubbeldeman was daar hoofdonderwijzer of directeur, hoe je het noemde. En in de vijfde klas, toen had je nog gewoon klassen. In de vijfde klas kreeg ik een briefje mee dat er godsdienstles gegeven zou worden. Nou, dat was foutenboel. Ja. Dus papa op hoge poten naar school. En in dat uurtje godsdienstles zat ik in de kamer van Maarten Dubbeldeman. En later gebeurde dat, 2 jaar later gebeurde dat bij mijn zusje ook. Dus het was niet aan de orde. En toen, verderop, welke school? Het Rembrandt. Ja. Rembrandt Scholengemeenschap, uiteraard ook openbaar. Bonaventura, want tegenwoordig, maar het is dus op de Burggravenlaan. Ja, ik ben begonnen op de 5 Meilaan. Ja. Keurig, netjes, een dependance was dat, met mijn leren tas en huiswerk altijd gedaan en allemaal brave voldoendes.
Daar zijn we nog niet bij deze foto. Nee, dit is nog dat met denk ik niet. De beugels waren nog niet uitgevonden, zei je zelf, geloof ik. Ja, dit is nog wel wat jonger, denk ik. Mooie foto. En toen ging ik naar het hoofdgebouw op de Burghavenlaan. Ja. Ja, en een paar weken geleden heb ik een reunie georganiseerd voor het Rembrandt en het Leonardo. Dit zijn mijn middelbare schoolvriendinnen. Ja. Dit is op 3 oktober. En dit zijn nog steeds mijn vriendinnetjes. En Marja de Lange, helemaal rechts. Ja. Onze mama's die kwamen tegelijk daar wonen in de Schabbesanderstraat, werden samen zwanger en dit is nog steeds mijn vriendinnetje dus. Bij de volgende foto hebben we nog een foto met een vriendin van je. Dat is deze. Ja, Jolanda. Dat is ook op school, hè? Middelbare school, ook op het Rembrandt. Ja. Heb je daar dan toch voor een jas aan? Leuk, hè? Ja. Ik heb geen idee, een soort regenjas was dat, denk ik. Stond best hip, toch? Een tasje en zo. Dan hebben we nog een foto van jou met je moeder. Nee, met je vader. Zo. Nee, dat is mama. Met je moeder. Ja. Mama ja. En mijn zusje, Marja. Onderweg voor de vakantie? Nee, volgens mij gingen we gewoon op Schiphol kijken. Papa was helemaal wou van vliegtuigen. En Schiphol, ja, dat was wel een leuk uitje. Of wij hadden opa en oma weggebracht, dat weet ik niet meer. Nou weten we nu meteen dat dit het gezin was. De vader, moeder en twee dochters. Ja, twee meiden. De zusje, Marja. Ja. Daar hebben we hebben het sowieso nog een foto van jou met je vader. Want ik wil je vader toch nog even laten zien. Je vader was natuurlijk in Leiden heel bekend als ook gemeenteraadslid. Ja, raadslid voor de Partij van de Arbeid. Heel actief op allerlei andere terreinen. Ja. En actief is zijn uitvinding geweest in Zuidwest, denk ik. Rijkvereniging actief. Precies. Ja. Dus zeer betreurd dat hij niet meer is. Een lastige man, maar wel in de goede zin van het woord. Oeh, ja. Ja. Ja, ik denk dat ik zijn genen een beetje heb, zeggen nu mensen, denk ik. Zij nee, jij lijkt wel een beetje op. Je lijkt wel een beetje op. Maar ik heb ook een hele mooie foto van jou met je zus hier. Kijk, daar was natuurlijk ook het een en ander te beleven. Wat gebeurt hier dan? Ja, dit waren de hutspotten. Ja. En onze ouders die gingen altijd naar die... De hutspotten in Leiden waren... Ja. Nou, mooie feesten. Ja. Volgens mij hebben we ook jaren een carnavalsoptocht nog gehad. Er is nu bijna niks meer van over. Nee, ze zijn officieel opgeheven. Oh, serieus? Ja. Serieus. Oh, dat wist ik weer niet. Ik denk een jaar of twee geleden. Oh my god. Nou ja, en uiteindelijk mijn ouders gingen daar naartoe. En Jan en Annie Bredeveld en Marja haar ouders. Dus ja, nou ja, dan ga je mee, hè. Ja. Dus wij zijn ook daar geweest. En dan hebben we nog een hele leuke foto. Kijk dan. Hoe dat hier zit. Schattig, toen had je waarschijnlijk jullie alle twee aspiraties om het vak in te gaan. Maar het artiestenvak of zo. Nou, dit was in de studio bij Martin Ken op de Breestraat. Ja. En volgens mij stond hij op de Leidato ooit. En wij liepen daar langs, of ik liep daar langs, weet ik veel. En toen zei hij, vind het niet leuk om daar een keer een foto te maken. En die heeft jaren, weet ik veel, maanden in de etalage ook gehangen. Maar nou ja, ambities, maar... Toen is het ook wel gestopt, denk ik. Ja. Nou, Trudy, we gaan straks nog even verder met andere foto's die je ingestuurd hebt. Maar eventjes, je zat op het Rembrandt. Ja. Ging dat goed? Ik ging van een brave dependant naar een vrijgevochten hoofdgebouw. Ja. En wat ik net zei, we hebben onlangs een reunie georganiseerd waar ik dus ook die docenten weer zag. Een legendarische tijd was dat. En Veer Havo en ik kwam bij Carlijn Stoffels in de klas, vergeet het nooit meer. En die zei huiswerk maken. Kinderen, als jullie dat toch niet willen, dan doe je het toch niet. Nou ja, dus ik gooide mijn leren tas in de hoek en het werd een pukkel. En we gingen feesten en beesten. En toen ergens bij Paas of zo, toen dacht ik blijf gewoon zitten. Dat wil ik niet. Nou, toen ben ik weer een beetje mijn best gaan doen. Maar ja, ik zakte glansrijk in 5 Havo. Toen zaten we inmiddels op de Schubertlaan in dat noodgebouw, want we moesten er toen uit. En de Bona heeft het overgenomen, volgens mij. Ja. Ja. En toch die katholieken, die nemen toch over. Ja, godverdomme. Ik hoor papa nog brommen. toen ben ik gezakt en toen heb ik een neer gedaan. Maar we zakten ongeveer met de hele klas. En toen zei ik tegen papa en mama, zullen we dan toch maar een feestje geven? Tuurlijk, als je dan volgend jaar maar slaagt. En dat lukte. En toen, daarna ben je nog gaan studeren? Nou, dat is wel een mooi verhaal, want ik wilde heel graag naar de School voor de Journalistiek. Ja. En volgens mij is dat Utrecht. Nog in Utrecht. Ja. En volgens mij is dat nog steeds zo. Daar moet je ingelood worden. En ik ben er 3 jaar uitgeloot. Je zit erin. Oh, jij ook? Ik was ingelood. Nee, je moest en je bent niet gegaan? Nee, in mijn tijd moest je examen doen. Er waren 400 kandidaten. Ja. En er mochten er 40 toegelaten worden.
En ik ben het enige trots, zeg ik. Ik was toegelaten, maar ik heb het niet gedaan. Maar dat is een verhaal apart. Ja. Nou ja, ik heb het dus 3 keer geprobeerd. Ik ben ook 3 keer naar die dagen daar geweest. En in die tussentijd ben ik van alles gaan doen. En leuke baantjes en een beetje studeren. Maar je had natuurlijk niet die opleidingen die je nu allemaal hebt. Nee. Wat had je? Je had de HBS of de PA en noem maar op. Dus op een gegeven moment ben ik bij DHL terechtgekomen. Ja, ik stop even hier. Straks ga je verder. Want ik wil eerst een ander belangrijk hoofdstuk in jouw leven nog even aansnijden. En dat is je eerste grote liefde. Daar heb ik ook beelden van. Kijk. Oh, daar heb je ze weer. Dit is die posefoto. Nee, die is van later. Die van later is. Ja, ja, mooi, ja. Hè? Ja. Dus het is nog steeds poseren, maar wel een mooie foto. Ja, toen had ik Freek, denk ik al. Dus daar zijn we wel wat ouder in. Ja. Nou, maar nu even naar die grote liefde. Rutestad, hè? Ja. Hier zit hij, denk ik. Wie is die ander dan? Ja, Ton Luijks. Goede vriend van ons. Ja. Helaas een aantal jaar geleden overleden. Oh jee. Ik denk dat het een van de eerste feestjes was waar we waren. Ja. Hier komt nog een foto. Daar dus ongeveer. Zie je, daar zit hij. Nee, en dit is dit jaar, 40 jaar geleden, dat jullie... Ja. Ja, wat was het nou precies? Nou, in september zijn we 40 jaar samen. Ik leerde Ruud kennen. Ik kende hem eigenlijk al. Want ik werkte, toen ik een baantje in de horeca kon krijgen, werkte ik bij de Vriendschap in Zoeterwoude. Bij Leo van der Helm, daar heb ik ook echt het vak geleerd. En daar... Schijnt het dat Ruud met zijn familie wel eens kwam eten. Dat weet ik dan weer niet. En zijn zussen zeiden toen, dat is een leuke meid, daar moet jij... Maar ik was toen 15 of zo, of 16, weet ik veel. En later, jaren later, werkte ik bij de Hans Benck Bowling. Op de Boshuizenkade. Ja. Ontzettend leuke tijd gehad daar. En daar kwam hij ook wel. En toen dacht ik, nou, dat is wel een leuke vent. En zo is het gekomen. En we hebben elkaar in de kroeg uiteraard leren kennen. En toen zou hij op reis gaan. Hij zou op wereldreis gaan. Dus we hadden 3 weken een soort aan of zo. Ja. En toen zei hij, ja, ik ga wereldreis in december. Met Joop en Joop Verleg, een goede vriend van ons, ook helaas overleden. En toen zei ik, nou weet je wat, we zien het wel. Laten we dan maar leuk feesten en beesten tot december. En dan ga je weg en dan zien we het wel. En het is een beetje raar gelopen, maar in december kwam hij naar mij en toen zei hij, ik ga helemaal niet weg, maar dan gaan we wel samenwonen. En 3 dagen later hadden we een huis en hij is nooit weggegaan. En het leuke ervan is wel, 40 jaar lang, hij heeft nooit van zijn leven gezegd, en had heel veel centjes gespaard, hij heeft nooit van zijn leven gezegd van, goh, had ik het maar gedaan, kreng. En ik denk dat ik dat wel in die 40 jaar misschien wel een paar keer had gezegd. Was maar het andersom had geweest. Nee, als het andersom had geweest, ja. Nou, ook dat was een vruchtbaar huwelijk. Want kijk, hier hebben we een vroege foto van jij en je man en je zoontje van toen. Ja. Die is inmiddels natuurlijk groot en oud. Bijna 28. 28, ja. Freek, daar komt hij. Hij houdt ook... Kijk, wat een leuke, hè? Nee, hè? Nou, nee? Ja, het kind wel, maar... er zit een verhaal achter. De familie van Ruud is hevig verdeeld, 010 en 020. Ja. En Ruud en ik gingen... Hij is hier, weet ik veel, een maand of 7, 8, denk ik. En Ruud, of misschien wel wat ouder. Ruud en ik gingen een paar dagen weg. En hij was bij de familie. Bij de 020 kant. En zo kregen we hem terug. Leuk, hè? En het is nooit meer anders geworden. Weet je wat ik zo opvallend vind? Zo jong als hij is, die ogen zijn nog precies zo, hè? Ja, van dat hem. Klopt. Want we hebben een foto ook met, van hem met wat later. Wie, hier zit hij. Nou, daar zitten Ruud en ik weer achter. Wie is Eva? Eva is rechts. Eva is de dochter van Marja. Ja. En dat andere meisje, dat is toevallig ook een Eva. En dat was een buurmeisje van ons. Kijk aan, dubbele Eva. Ja. Adam in het midden. Ja. Hier komen vader en zoon nog een keer langs. Kijk. Ja. Ja. Iets ouder is die hier alweer. Ja. En straks komt hij nog wel een keer in beeld. Ja. Even terug naar die eerste baan. Ja. Nee, nou de eerste baan niet, maar je echte grote baan was bij DHL. Ja, nou ik ben toen bij DHL via een uitzendbureau gaan werken. Ja. En, waar was dat? Waar zat dat? In Zoeterwoude. Ja. En daar is het ook begonnen, in een woonhuis ooit. De keer weer. 1981 ben ik er gekomen.
En op een vrijdagmiddag gesolliciteerd. En druk en chaos en mensen rennen en vliegen en weet ik veel. En ik kom bij die directeur, een heel klein bedrijf. En die zegt, ik heb een baan voor je en je moet gaan verkopen, klanten binnenhalen. Ik zeg, dat kan ik niet. Hij zegt, maar wat wil je dan? Ik zeg, nou, ik weet niet wat daar beneden gebeurde, maar het was chaos. En daar hou ik wel van. Hij zegt, nou, dat is klantenservice. En, nou, dat is goed. En daar ben ik gaan werken. En toen werd ik na... Maar mag ik even weten, ja. Gewoon voor de algemene ja. kennis. DHL stamt uit Zoeterwoude? Nee, in Nederland is... in Europa is de eerste vestiging in Zoeterwoude opgericht. Kijk aan, dat weten we vast niet allemaal. Nee, dat is ook wel leuk. DHL stond toen nog voor rood-wit, Dolce, ja. Hilblom en Lin. En het is natuurlijk een jong bedrijf, want het bestaat pas 3, 4, 55 jaar of zo. En het bestond in Engeland, ja. Maar Engeland hoorde niet bij Europa. What's new? Ja. En Dave Allen, dat was de grote man van Engeland, en die zei, we moeten het in Europa gaan doen. Ja. En toen heeft hij, hij kende iemand, Piet Herema, en toen zijn ze in Nederland begonnen. En eigenlijk vrij snel ben ik daar al terecht gekomen. En daar heb je carrière gemaakt? Nou ja, toen heb ik na 3 maanden werd ik aangenomen op de Sociale Academie in Den Haag. En ik moest toch gaan studeren, dacht ik. Want moest ik anders. Ja. En toen ging ik naar die directeur en toen zei ik van, ik ga weg. Ik ga studeren. Hij zei, wat ga je dan doen? Hij zegt, nou, ik ga naar de Sociale Academie. Hij zegt, vind je dat leuk? Ik zeg, ja, maar ik moet toch wat? Hij zegt, maar wat wil je dan eigenlijk? Ik zeg, nou, hier carrière maken, jouw plek. Hij zegt, nou, dan moet je verdomd hard gaan werken. Ja. Ik zeg, oké, dan blijf ik. Ja. En daar heb ik een fantastische carrière gehad. Ja. Ja. Meer dan 20 jaar? Hè? Ja, bijna 20 jaar. En, kijk. Ja. Is dit een feestje? Dit is in het PSV-stadion. DHL sponsorde PSV. Ja. En daar hadden we altijd van allerlei dingen, leuke dingen met klanten. Dit is de hele salesbrigade toen met de directeur marketing en directeur operations. Je hebt daar bijna 20 jaar gewerkt? Ja. En hoe ben je, wat voor functie had je aan het eind van de rit daar? Mijn laatste functie was communicatiemanager voor de interne en externe communicatie. Ja. Ja. Toen ik er kwam, werkte er in Nederland 60 mensen. Ja. En toen ik wegging, waren er ruim 2000 mensen. Een gigantisch bedrijf. Het is nog steeds, ja. Het is nog booming. Internationaal. Ja, ja, worldwide. Ja, ja. Het is mega. En een aantal jaar geleden, binnen no time ga ik weer praten hoor. Dus ja. Ook al ben ik er al 20 jaar weg deze maand. Maar de Duitsers kwamen naar binnen. Dus Deutsche Post, die kwam eerst een klein beetje overnemen. En dat was voor mij een enorme verandering. Van het hele informele werd een hele formele organisatie. Een beetje Duits. Maar het was ook echt wel nodig. Ja. Want er moest geïnvesteerd worden. En die Wild West Boys van DHL, daar waren geen centjes genoeg. Ja. En dat zie je nu ook. Het is een mega organisatie. Ja. Die werkt geloof ik bijna 200.000 mensen wereldwijd. Dus. Maar ik ben wel blij dat ik heb er een fantastische carrière gehad. Ik heb er heel veel geleerd. Ik heb ook veel geleerd hoe je het eigenlijk niet moet doen. Ja. Ik heb nog steeds wel een aantal dingen die ik op zijn DHL's doe. Klantenservice is daar bijvoorbeeld enorm ingeramd. Ik ben ook blij dat ik er weg ben. Ja, en je hebt er dus eigenlijk ook heel erg veel geleerd voor later. Ja. Kennis en ervaring opgedaan. Ja. En toen je daar wegging, had je besloten om voor jezelf te beginnen. Ja. En dat werd Quick Events. Ja. Heette het meteen zo? Nee, ik ben met mijn voormalige secretaresse van DHL zijn we samen begonnen. Quick en Van Hoek. Ja. En ik bleek dus wel het ondernemen heel erg leuk te vinden. Ook omdat ik bij DHL altijd had meegemaakt in de functies waarin ik zat. Ja. Dat je je bedrijf als ondernemer moest runnen. Op welke plek ook. En uiteindelijk zei hij van ja, ik vind het gewoon niet leuk. En toen heb ik wel de naam nog heel lang gedragen. En volgens mij 10 of 12 jaar geleden heb ik het veranderd. Naar hoe lang geleden ben je begonnen met je voor jezelf? 1 december 2001. Ja. We zitten nu in 21. Ik heb een promootje van je uit 2015. Niet. Stukje. Thank you.
Dat was 2015. Ja. Trudy. Als je kijkt naar het werk van nu, doe je dat samen met je zoon in het bedrijf? Ja, Freek is in het bedrijf gestart. En Ruud ook? Nee, Ruud niet. Ruud heeft zijn eigen bedrijf. En ja, als ik kijk naar... Hier heb ik die twee. Dat is ook al een tijdje geleden. Ja. En nog eentje, dat is de statiefoto, zie je het. Ja. Oh, dat is in Friesland. Dat is pas, hè? Ja, deze zomer was dat. Ja, ja. Ja. Ja, nee, als het gaat over jouw bedrijf, jij doet events, zoals dat dan heet. Als je dat in het allerkortst zou moeten zeggen, wat is een event in jouw ogen? Of anders, ik kan het beter vragen, wat pak jij aan? Eigenlijk is voor mij het allerbelangrijkst of ze nou een bedrijfsevenement, een sportevenement, een personeelsfeestje, een uitvaart of... I don't care. Als mensen 's avonds op de bank thuis zitten en zeggen van, dat was goed georganiseerd. Ja. Daar voel ik me prettig bij. Kernwoord is dus dat je mensen ontzorgt en dat jij regelt wat er geregeld moet worden. Ja. Organiseert wat er georganiseerd moet worden. Ja. Connecties maakt die nodig zijn. Verbindt. En, en dat mensen eigenlijk, als je het zo mag zeggen, achterover kunnen genieten van, voor zover het genieten is, van wat er moet gebeuren en wat de gebeurtenis is. Ja. Dat is jouw werk. Ja, dat klopt. Daar zijn er nogal wat van, hè? Bureaus en individuen en zo. Ja, maar wel ieders met zijn eigen expertise. Ja. Dat ook wel weer. Maar er zijn er wel veel. Ja. Er zijn er ook veel omgevallen. De ellendige periode die net achter ons ligt... Ja. Is voor onze branche natuurlijk niet het meeste... Ja. Nou, het is een verschrikkelijke tijd geweest. En heel anders dan de bankencrisis in 2008. Ja. En nu zie je wel dat mensen ook wel weer opstarten. Maar ook wij als organisatoren zijn ook een beetje vreemd van hoe was het ook alweer. Ja. Trudy, er is een filmpje waarin een nieuwe activiteit staat en die heb jij uitgevonden en dat gaat over rollend. We zien ze steeds vaker voorbij komen op Facebook. Foodtruck festivals. En we vroegen ons eigenlijk af wat deze hippe happening nou eigenlijk was. Daarom zijn we vandaag bij Rollend om uit te gaan zoeken wat zo'n foodtruck festival nou inhoudt en waarom het zo leuk is. Goeie sfeer, heel erg gezellig. Eigenlijk liep het meteen al vol, volgens mij een beetje al vanaf 4 uur. Kwam iedereen zich al een beetje verzamelen. Best wel veel mensen in het begin die vragen hadden van en wat zijn jullie aan het doen, wat gaat er gebeuren? En ook een hele grote groep die blijkbaar Nijmegen Facebook-posts in de gaten hadden gehouden. En die speciaal al vandaag kwamen. Superleuk. Hopen dat de rest van de dagen ook zo zondig blijven. Hoe komt u er dan op om een foodtruck festival neer te zetten? In mei vorig jaar hebben we in Leiden een soortgelijk festival georganiseerd. En dat was zo'n succes dat we dachten, goh, wat leuk. En toen hebben we het nog een keer in Leiden gedaan. En toen hebben we het daarna gedaan. En toen kregen we uiteindelijk ook van andere steden aanvragen en we zijn zelf ook op zoek gegaan. En ons DNA is dat we in een leuke stad winnen, in het centrum, op een leuk plein en waar je eigenlijk maximaal 30 foodtrucks neer kunt zetten. Dus we hoeven geen heel groot festival, we willen ook niet in een park, we willen geen parade zijn, we willen gewoon rollend zijn. Dat was een filmpje uit Nijmegen. Dan weet je nog wel wat je daar allemaal meegemaakt hebt. Ja. Was dat de begintijd van Rollend? Ja, zeker. Ja. Dat is een van die dingen die jij bedacht hebt. Ja. Want dat mag ik wel zeggen. Je bent uitvinder van dat evenement. Ja. Dat is best succesvol geworden. Ja. 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 En heb jij... En je noemde net ook, want dat vond ik eigenlijk apart. Je noemde ook uitvaarten. Ja. Ja. Dat is het nieuwste wat ik weer... Nou, niet heb uitgevonden, nee. Maar wat ik gestart ben. Ja. En het heeft ook wel een lange historie eigenlijk. Toen papa overleed, toen kregen wij een uitvaartbegeleidster. En dat werd een beetje mijn oudste zus, die er niet is. En toen heb ik ooit gezegd van, dat ga ik ook ooit doen. En uiteindelijk ben ik juni vorig jaar dacht ik van, ik moet dat ook gaan doen. Ja. En daar ben ik heel druk mee. En dat vind ik een hele mooie extra... ontwikkeling die bij mijn bedrijf past op dit moment. Wat eruit blijkt is dat je bezig blijft met het ontwikkelen van ideeën en nieuwe takken van sport, als ik het zo mag zeggen.
Een beetje raar woord bij een uitvaart natuurlijk, maar ja, het is ook werk, denk ik. Ja. We hebben het niet echt uitgebreid gehad over corona, maar ongetwijfeld heb je daar ook veel last van gehad. Heel veel. Ja. Heel veel. Ben je er overheen gekomen? Onze evenementenbranche is er überhaupt nog niet overheen. Nee. Als ik kijk naar Holland, heeft het 2 jaar plat gelegen. En ik moet nog maar zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik doe ook gin en rum festivals. Ja. Daarvan gaan we nu in november, volgende week en de week daarna, gaan we 2 edities doen. Eén in Den Haag en één in Rotterdam. Vind ik ook heel spannend. Ja. Maar mensen hebben daar heel veel plezier in. En dat is 1 dag is goed te overzien. Kwik doe ik heel veel online. Maar zijn we ook weer bezig met zakelijke evenementen die weer live gaan gebeuren. Maar ja, dat is ook nog een voorzichtige opstart. Maar dat zie ik wel weer gaan gebeuren. Gelukkig. Ja, en dus je hebt wel perspectief. Nou, ik ben magazines aan het schrijven en ik ben allerlei dingen aan het andere dingen erbij gaan doen. Oké. Okay. Ja. Ik wens je heel veel succes bij al het werk wat je doet en bij al die uitvindingen die je doet in je werk. Ik dank je wel voor je komst en voor de bereidheid om alles te vertellen over vroeger. Dank je wel. Ik heb bijna alles verteld. Bijna alles. Dames en heren, volgende week is Ton Kolbeck hier weer met een hele interessante gast voor u. Dank u wel voor het kijken.